Dat vluchtelingen steeds mondiger worden, dat hebben we dan net gezien. Ze houden van spuiten en slikken, maar ze worden ook mondiger als het gaat om het klagen. Want nou zijn er brieven verstuurd naar kranten en naar de ombudsman. En dat zijn klachtenbrieven. En die zouden dan geschreven zijn door Syriërs, Syrische vluchtelingen. En waar hebben die dan vooral over? Dat zijn brieven waarin ze eigenlijk klagen over de gammele bedden, de stank in de AZC's, geluidsoverlast, muren en wanden die kraken door de wind, verstopte urinoirs. Dit zijn Syrische vluchtelingen die uit kogelregens komen. Ze hebben een bemodderde, vieze en koude douchevertrekken en de hygiëne in het kamp is zeer matig. Annabel. Ja, nou ja, het is een beetje een inkopper, maar als die mensen de godganse dag niks te doen hebben, wat let ze om zelf daar de boel lekker fris te poetsen en schoon te maken en te onderhouden? Dat ten eerste. Ten tweede, dat je daarover gaat klagen is wat, dat schuurt een beetje. Aangezien in Europa er ook een economische crisis heerst en we echt meer dan ons best doen om die mensen een beetje ergens onder te brengen en eten te geven. Ja, en als er echt sprake is van misstanden in de vorm van geweld of machtsmisbruik of dat soort dingen. Maar mag ik dit een beetje stuitend vinden? Thierry, mag dat? Ik vind het heel moeilijk. Kijk, ik vind niet dat al die mensen hier in de eerste plaats zouden moeten zijn gekomen. Meer dan een half jaar geleden zat ik ook in het tv-programma, was naar Sicilië gegaan. Ik zei, als we niet nu stoppen, dan kunnen we het niet meer aan. Als de politiek is volstrekt onwillig om ook maar op enige manier serieus ontmoedigingsbeleid te voeren. Integendeel, wordt het gezegd, kom maar hier. Als die mensen hier dan eenmaal zijn, ja, dan vind ik wel dat je gewoon normaal en goed voor ze moet zorgen. Ik weet niet precies hoe ernstig de situatie is, maar als het inderdaad zo is dat wc's overstromen en weet ik wat allemaal, daar moet wel iets aan gedaan worden. Maar voor mij is het heel dubbel. Ik vind dat de situatie niet zou moeten bestaan, maar nu die dan eenmaal er is. Ja, wat wel opvallend is, want er zijn dan ook brieven en daar schrijven ze, daar komen dan woorden in voor. Dat zijn dan Syrische vluchtelingen. Hè? En die hebben het dan over klachten als slaapdeprivatie, agitatie, emotieregulatie, sociale cohesie en vage of niet concurrente communicatie. Nou, Thierry, jij bent wel van de moeilijke woorden. Kan je deze allemaal ook volgen? Ik geloof dat ik de meeste woorden toch wel net kende. Maar het is natuurlijk, ik weet niet hoe die brieven. Ik neem aan dat er een tolk bij is. Nee, kom ik denk een welkombrigade hulpverlener. Prakken. Dit soort jongens, dat zijn die asieladvocaten. Ja. Dit zijn gewoon asieladvocaten die gewoon een mannetje in ieder asielzoekerscentrum hebben zitten, want het is handel. Toen ik geen stijl maakte, had ik jongens van sales en die stuurde ik naar mediabureaus om omzet binnen te halen. Wat denk je dat die advocaten doen? Die zitten daar ook gewoon omzet binnen te halen. Je krijgt gewoon geld, want iedere asielzoeker mag zich laten vertegenwoordigen door een advocaat. Overigens, heel grappig, zo'n Ahmed is nog niet eens statushouder, maar krijgt al wel rechtsbijstand. Vind ik ook wel heel grappig, maar dat terzijde. Die brieven. Dat is gewoon door bureau Prakken opgesteld. En ze zetten daar een naam onder, Mohammed bin Safari. Misschien dat Safari. Niet iedereen weet wie Prakken is. Maar Prakken is dus een vooraanstaand asieladvocaat. Ja, daar zijn we door aangeklaagd. Oké, maar dat de kijkers meteen weten wie het is. Nee, maar dit is een... Okay, maar goed, stel dat dat waar zou zijn. Op zichzelf is dat natuurlijk niet... Kijk, je moet niet, volgens mij moet je niet onbeperkt mensen hier toelaten. Maar als ze er eenmaal zijn, moet je wel rechtsbijstand hebben. Jongens, want hij zit er al klaar voor. Arnold Karskens, de man die dit jaar veel voor ons op pad was om de vluchtelingenstroom en vooral de waanzin in beeld te brengen. En hij is weer voor ons weg geweest, deze keer naar Calais. Maar nu is hij hier om te praten over het jaar van de vluchtelingen. En voor Arnold begon dat zo. Aan de overkant ligt Lesbos. En de maffia heeft hier een mannetje geposteerd om precies door te geven wanneer de patrouillevaartuigen in aantocht zijn. En dat geeft hij dan door aan de mannetjes beneden. Waar de mensen eigenlijk wachten op de boot naar Lesbos. Meer dan 1000 mensen bivakkeren hier, soms wel langer dan een week, wachtend op het signaal van de smokkelaars van nu kunnen jullie gaan. We hebben 2 smokkelaars gevonden die de groep naar de overkant wil brengen. Als de wind stil is en de politie is vertrokken, dan proberen we de tocht. Ik denk dat het nog 500 meter is, kilometer misschien. En dan hebben we het over. Arnold Karskens hier ook aangeschoven. Welkom. Onze held in den vreemde. Ik lees ineens ergens dat jij wordt genoemd van ketter tot profeet. Ja. Met al jouw werkzaamheden, ook voor ons. Ja, maar voelt dat goed? In de Volkskrant.
Nou ja, ja, dat voelt goed. Kijk eens, ik heb natuurlijk bij het begin ontzettend veel tegenwind gekregen. Want ja, je verkondigt toch een boodschap die niet aangenaam is. En iedereen wil heel humaan overkomen. Maar vanuit mijn ervaring natuurlijk uit al die oorlogsgebieden... wist ik gewoon dat dat de hele verkeerde kant op zou gaan. En dan is het natuurlijk aan de journalistiek, maar zeker ook aan de politiek... om dat vooruit te zien. Heb jij je verbaasd hoe het debat eigenlijk in die afgelopen tijd is gekanteld? Toch best wel met een snelheid. Ja, maar kijk eens, maar dit probleem wat we nu hebben... dat wordt een heel groot probleem. We just starting, hè? En dan is het echt ontzettend fout van de journalistiek geweest... maar ook van de politiek dat ze dat niet eerder hebben durven... oppakken, snap je? Het was een soort politieke correctheid die verstikkend is. En daar hebben wij de problemen van, maar ook al die mensen die nog steeds hier naartoe willen. Snap? Dus het is eigenlijk gewoon een zwakke, heel... Jij bent nu een profeet geworden misschien, maar er wordt nog steeds niet naar je geluisterd. En wordt, ik bedoel, het gaat als je profeet wordt genoemd, dan wordt er wat meer. Nou, maar wat gebeurt er dan? Je krijgt achteraf gelijk. Je refereerde daar net zelf aan. Jij hebt dat toen ook geroepen toen jij met Eva Jinek tussen de boten liep. Jij riep eigenlijk exact hetzelfde. Ook naar jou wordt niet geluisterd. Nee, en ik zie ook helemaal niets in de politiek dat men beweegt richting... Het zijn ook de feiten. Kijk eens, ik ben echt met mijn poot in het bluswater. Het zijn ook duidelijk de feiten... He, dus dat die bijvoorbeeld Turkije houdt geen enkele boot tegen. Ja. Frontex, ze willen nou 1500 extra grensbewakers. Er wordt geen boot tegengehouden. Het is bedrog op bedrog. Ook van Rutte, ook van de Europese Unie, van Frans Timmermans. Die is besodemieterde de zaak. En de pers, met name de mainstream media, die lopen er gewoon achteraan. Dat is echt schandalig, hoor. Je had een nieuwe wens, hè? Die bracht je bij ons in. Je wilde heel graag naar Calais. Nou, ik ben een paar keer geweest en ik sta elke keer weer versteld van hoe dat verandert. En je hebt daar gefilmd. Laten we even kijken naar die beelden. Welkom in Calais, in Camp Jungle. Dit kamp heeft in een paar maanden een enorme metamorfose ondergaan. Je ziet dat ze nu aan het uitbreiden, waarschijnlijk met containers, zodat het eigenlijk een permanent kamp wordt. En over 1, 2, 3 jaar zullen tientallen van dit soort kampementen ontstaan. Hier in Camp Jungle in Calais hebben ze werkelijk alles. Je hebt gratis wifi hier en hier heb je de bibliotheek, Jungle Books. Hotel, nou, het betekent eigenlijk een restaurant, hè, maar... In Afghanistan weten ze vaak het verschil niet tussen een restaurant en een hotel. En hier worden weer gratis medicijnen uitgedeeld. Dus dat die mensen hier graag naartoe komen en niet weg willen, begrijp ik heel erg goed. What we don't understand in Holland, why do the people stay in this camp? Because it's wet and you there are better places for refugees in Europe. Because all the refugees wants to go to England. Yeah. So they stay here. What's better in England than here in France? England will be good. England is a safe country, you know? Yeah. That's why. Because in the black people, white people, it's a safe country. Cheers. Okay. Okay. For a safe trip, huh? Als jullie ook nog kunst willen zien, kun je ook naar Calais, ook naar Camp Jungle. Hier is echt van alles te zien. There will be a few spots where you will see artists, musicians, and that will be very friendly. And can you explain why is it necessary to have art in a place like this? Now, some people they use music for talking about what they need. We use art to talk what we need. Ja, Arnold, Thierry die zei al eventjes zo tijdens het filmpje van... het is net Lowlands eigenlijk wat we daar zien. Voelde dat ook zo? Met muziek en kunst, alles, zingen. Alles is en... het. Nou ja, kijk eens, die jongens, dat is eigenlijk zelfkwelling. Hè? Want er is geen oorlog in Frankrijk, dus hoeveel manier in een kamp te zitten. Hè? En er zijn beter op plekken. Maar ja, goed, kijk eens, als je naar Engeland wil, is het natuurlijk vlakbij de spoorlijn. Dus ze springen op de trein daar naartoe. Als je natuurlijk gezocht wordt, illegaal bent of wat dan ook. Nou ja, dan ga je daar naartoe. En net wat ik zeg ook in het filmpje, want dit is just de beginning. Hè? Er zullen heel veel van dit soort kampen ontstaan. Want nou ja, volgend jaar hebben we weer meer dan 1 miljoen mensen die natuurlijk naar Europa komen. Je hebt de uitgeprocedeerde asielzoekers, die moeten ook ergens zijn. En die gaan natuurlijk nooit van zijn levensdagen meer terug. Dus je krijgt van dit soort vrijkampen waar je of als illegaal of als boef natuurlijk heel makkelijk kunt wonen. Want ook in Nederland? Controleert. Ja? Nou ja, kijk eens, je hebt ze al in Brussel, snap je? Dat soort kleine kampjes. Maar was hier geen controle? Loopt hier politie binnen? Ja, nee, de politie staat wel aan de kant. Laten we zeggen, bij de weg, bij de ring.
Maar ze gaan het kamp niet in. Nee. Tenminste, niet in uniform. Maar hoeveel mensen wonen hier? Hoeveel... Nou ja, ze zeggen officieel 6.000, maar ik denk dat het wat minder is. Maar goed, het is nu ook koud. Nou, als je... En nou, reken maar volgend jaar, hoor, dat zal 10.000 worden. Als je juist ook mooie dorpen kan bouwen, dan kan je dat toch ook in Noord-Afrika en in Turkije en in Syrië en in Irak doen. En daar gezellig. Nee, ik wil wedden. En ik ken die kampen ook, dat die opvangkampen in Turkije beter zijn dan deze kampen. Dat is gewoon zo. Er wordt beter voor gezorgd. En toch komen ze hier naartoe. En het blijft volstromen. Er is een de burgemeester in Antwerpen heeft daar ook iets zinnigs over gezegd. Meneer De Wever, laten we eventjes luisteren. Mensen gaan allemaal naar de steden. Hè. Het is een crisis van de steden van Noordwest-Europa, die hyperdivers zijn, die aan het verpauperen zijn. En waar, als dit niet ophoudt, zich ook nog een onderlaag, een proletariaat gaat vormen, zoals we dat sinds de 19e eeuw niet meer hebben gezien. Mensen die van de huisjesmelkers zullen leven, die van kleine uitkeringen zullen leven. En die allerlei statistieken omhoog zullen jagen, waardoor het ongenoegen nog zal toenemen. Is dit het horrorbeeld wat we kunnen... Ja, en de politiek en ook de media denken van, nou, we kunnen het op een gegeven moment stoppen, we draaien gewoon de kraan dicht. Maar dat gaat niet. Die aantallen worden zo groot en de verwachtingen zijn zo groot ook van al die mensen die dus nu naar Europa komen, die het helemaal niet van plan waren, dat je die stroom op een gegeven moment niet meer kunt stoppen. Ja, we hebben onze handen ook helemaal niet aan de kraan, want hebben we willens en wetens uitbesteed aan Erdogan. Die geven we daar 3 miljard voor. Die net heeft laten zien, en dat heb jij ook laten zien, hè, dat die helemaal niemand en niks tegenhoudt. Dus... op het moment dat Erdogan die 3 miljard erdoor gejaagd heeft, doet hij de kraan op wat wij er open en vraagt hij de volgende 3 miljard van de Unie. Hoe dus ik bedoel, is het mogelijk dat deze politici dit allemaal maar doen? Hè? Om, dit is dus de meest ontwikkelde beschaving die ooit op aarde heeft bestaan. Ze hebben geen strategie. Een elite voortgebracht die dit laat gebeuren. Ja. Dat is werkelijk hoe erg is dit nou? Daar wonen een paar duizend mensen in wat makeshift kampjes en wat caravans. Ja, maar het gaat dat. Je moet begrijpen dat het probleem begint. Dat is het probleem. Kijk eens, die jongens die hebben allemaal verwachtingen en op een gegeven moment komt dat niet uit. En die gaan hun eisen inwilligen met geweld. Maar er wordt ook de bevolkingsexplosie in Noord-Afrika en Midden-Oosten die we de komende 15, 20 jaar zullen zien. Maar dat is een migratie. Okay, jongens, dat zie ik wel. Maar wat is nou jongens, we moeten dit in tentenkampen wonen. Jongens, we moeten dit straks verder aan de bar. Arnold, ik dank jou hartelijk voor je komst. Heel graag. Dat je was, dank je wel. Thierry, we moeten eventjes... Want je had nog een wenslijstje. Ja, een kerstcadeautje. Een kerstcadeautje. Dit is de tip voor de kerstcadeautje. Dit moet onder de kerstboom. Eergisteren is aan de rechtenfaculteit Leiden gepromoveerd een jonge jurist, Bastiaan Rijpkema, die zegt: het grote gevaar van democratieën is dat antidemocratische bewegingen en partijen als het ware via het systeem kunnen uithollen. Hij dacht vooral aan islamitische partijen, salafisten enzovoorts. Maar de Europese Unie is natuurlijk ook een antidemocratische beweging. Dus met dit door de hele academische wereld gelauwerde boek in de hand, kunnen wij D66 verbieden. Wat een mooi. Dat lijkt me een mooie kerstgedachte. Dat is een hele fijne kerstgedachte. Alsof, dan is de conclusie van vanavond vooral dat we vrede richting de kerst gaan. Want als het aan ons ligt, verdient deze wereld zoveel beter. En datzelfde geldt voor onze politieke vrienden in Den Haag. Want voorlopig zijn die vooral maar bezig met hun dure kerstdiners. De zakkenvullers. Mooie dagen en tot volgend jaar. Ik moest zo vreselijk lachen om een tweetje naar GroenLinks over het kerstdiner. Ja, volgens mij hadden meerdere fracties gisteravond het kerstdiner. Ik doe dat gezellig in mijn eentje. Zo vlees, hè? Ja. Ik eet vleesvervangers van de vegetarische slager. Mijn kookkunsten worden niet zo hoog geschat dat ik ook aan het fornuis mag. Wie kookt er dan? Familieleden. Ik gok op het. Het. Groenten, fruit, noten. Een rollade is ook lekker. Misschien voor tweede kerstdag. Twee rollades. Nou dacht ik, jij zit sowieso wel alleen met kerst, maar nu denk ik het helemaal. Ja, dat was het. Eén doen we het, op twee de kogelbiefstuk. Op drie, ik denk de rollade. Vier gewoon een goed kipfiletje. En op vijf een ganzenborst. Ja, de mama van Henk die staat in de keuken. Heel gewoon. Echt waar, ja? Ja, of mijn vader. Ja. Ze doet naast dat ze jouw was nog doet, kookt ze ook voor je. Wat wordt het toetje? Wat is de zesde gang? Balletje gehakt. Valletje gehakt. Valletje gehakt. Fijne kerstdag, grap. Dankjewel. Carnivore.